wat leuk dat je kijkt naar alweer een nieuwe vakantievlog. Het is alweer de derde vakantievlog. We zijn vandaag op Kefalonia en we gaan richting de hoofdstad Argostoli. Helaas kom ik er net achter dat mijn GoPro leeg is, wat ik niet snap, want ik heb gisteren helemaal tot 100% voor jullie opgeladen. Dus ik kan jullie helaas vandaag de weg niet laten zien. Ik zal zorgen dat het volgende keer wel zo is, maar goed, ik ga jullie in ieder geval meenemen naar Argostoli. We zijn inmiddels aangekomen in Argostoli en we zijn hier gelijk zo met de grote brug waarvan je misschien wel caretta schildpadden kan spotten. Dus ik ben benieuwd of we die daadwerkelijk gaan zien. Maar het is in ieder geval wel handig, want we hebben net buiten de stad kunnen parkeren. Dus dan heb je niet al het gedoe met al die drukke Grieken met in- en uitparkeren en zo. Want die kunnen er nog altijd van. Dus ja, we gaan de stad verkennen. Ik weet niet of dit goed zichtbaar is, maar het is hier echt heel ondiep. Er zitten vissen, maar ik weet al helemaal niet of je dat kan zien. Kijk dan. Het is echt net een auto op water dit. Kan je dus een tour meenemen. Dan kan je, als het goed is, caretta spotten. Maar kijk dan, het is echt net een auto. Geniaal. Kijk jongens, hier zijn de vissersbootjes. En hier heb je dus kans dat er ergens caretta in het water zitten. Want die komen op de vis van de vissers af. Dus we gaan even kijken of we wat kunnen spotten. Caretta schildpadden zijn echt ontzettend groot. Ze zijn zeg maar zo ongeveer 1 meter. En dat is echt nog veel groter dan dat je denkt wanneer je ze in het echt ziet. Het zijn echt heel erg indrukwekkende beesten. En wist je ook dat deze schildpadden gewoon weg terugkeren naar de plek waar zij geboren zijn om daar hun eieren weer te leggen? Ook al zijn ze echt aan de hele andere kant van de wereld. Ze komen helemaal teruggezwommen naar de plek waar zij geboren zijn om daar hun eieren te leggen. En ze komen dat ongeveer eens in de 3 jaar. En dan leggen ze ook zo'n 3 keer eieren dat jaar, per keer 100 à 200 eieren. Maar van de 1000 schildpadden die er dus geboren worden, komt er maar eentje na 26 jaar weer terug om ook echt daadwerkelijk zelf ook weer eieren te leggen. De overlevingskans is heel erg klein. De beestjes moeten zichzelf helemaal vanaf de andere kant van het strand weer terug zien te krijgen naar de zee. Wat nogal vaak fout gaat, worden door roofdieren gevangen of iets dergelijks. Dus ja, heel indrukwekkend in ieder geval om deze beesten gezien te hebben. En wat je ook grappig is dat dus aan de temperatuur van het zand ligt of het een jongen of een meisje wordt dat geboren wordt. Dat vond ik echt een heel erg leuk feitje om nog even met jullie te delen. En ik hoop dat jullie genoten hebben van deze beelden. Hoezo, er zit een caretta daar. Valt helemaal niet op aan de toeristen ofzo. En wij hadden er lekker hier eentje. Lekker voor onszelf. Het doel om caretta te spotten is in ieder geval gelukt hier. Hebben we er volgens mij 5 of zo al gezien? Mm-hmm. Echt bizar. Tijd voor een lekker vers sapje. We hebben dus straks ook nog een kortingscode voor elkaar gekregen voor een paar van die fietsbootjes, zeg maar. Dat gaan we misschien straks nog doen. Kunnen we misschien daar vanaf ook nog wel schildpadden spotten. Jongens, moet je nou zien hoe groen dat ijs is. Sowieso ziet het er echt heel goed uit. Dus we hebben het winkelstraatje hier gevonden hoor. Eens kijken of er leuke dingen te koop zijn. Kijk nou wat een joekel van een burger ik hier krijg. En mama heeft een kefalonisch omeletje. Dus eet smakelijk. We besloten vervolgens om in plaats van met zo'n fietsbootje toch maar met een treintje te gaan. Net als op de eerste dag dat we dat in Zaken tot Stad hadden gedaan. Dat was erg goed bevallen. Helaas was het hier toch wel minder goed dan dat we hadden gehoopt. Er waren namelijk een rode en een gele trein. En uiteindelijk zijn we bij de gele trein gegaan. En ik denk dat we de rode trein beter hadden kunnen pakken. Want echt, je had gewoon geen eens normaal kunnen zitten in deze gele trein. Zo dicht zat je ook op elkaar gepropt. Terwijl als we de rode trein later langs zagen rijden, dat je best oké zat. Maar goed, naast de zitplekken was het alsnog niet echt geweldig. Hij reed best wel hard over hobbels, waardoor je niet echt lekker zat. Terwijl je toch al niet zat door de krappe plekjes. En hij vertelde eigenlijk helemaal niks over de dingen die hij rondreed. Dan was het alleen maar van, goh, er zit daar een kerk en verder niet wat voor kerk of wat er bijzonder was aan die kerk of iets dergelijks. Dus ja, het was een beetje een tegenvaller. Maar ik heb wel wat mooie beelden voor jullie kunnen schieten van Argostoli op deze manier. Dus ik hoop dat jullie dat alsnog leuk vinden om te zien. Dus mocht je ooit in Argostoli zijn, dan zou ik zeggen, neem in ieder geval niet de gele trein. Ik kan niks zeggen over de rode, maar de gele trein is in ieder geval geen aanrader. Zoals jullie konden zien hadden we een beetje change of plans en zijn we met een treintje gegaan. Niet echt een aanrader, de gele trein hier. Ik weet niet of jullie het hier kunnen zien, maar je zit echt propvol op elkaar. Dus mocht je het nou willen doen, ik weet niet of de rode trein beter is. Het zag er wel iets minder vol uit. En ja, qua nieuws dat ze gaven was het ook niet echt heel erg boeiend. Maar goed, ik heb wel leuke beelden voor jullie geschoten. Als je hier bent, dan moet je natuurlijk wel even over de brug lopen. Anders is het ook zo zonde dat ze hem gebouwd hebben.
Dus we gaan eventjes richting het kunstwerk, zeg maar daar ongeveer halverwege. En dan gaan we weer teruglopen. Dit is dus het kunstwerk en hij ligt dus los van de brug, zoals je kan zien. En het is een soort van obeliskachtig iets. Maar ja, verder, we weten niet echt waar het nou voor staat. Er staat het bouwjaar van de brug op als het goed is, maar dat is het ook. Jongens, kijk dan, het uitzicht van deze brug is wel echt heel mooi. Maar verder, ja, het is hier warm. Er staat dus een standbeeld naast de brug. En een beetje wind. Er vangt wel wind. Het is vandaag echt bloedje heet. En qua caretta spotting zou ik je aanraden, als je hier ooit komt, ga gewoon naar de haven. En dan wanneer de vissersbootjes er liggen, die komen 's ochtends aan. Wij waren er, nou, ik denk rond 11, 12 uur of zo. En toen lagen er nog best wel veel. Toen zijn we dus eerst die winkeltjes langs geweest en zo. Toen kwamen we op een gegeven moment terug. Toen lag er nog eentje. Dus ik zou zeggen, kom zo vroeg als je kan gewoon deze kant op en ga daar kijken. Dan liggen ze echt gewoon 1 meter voor je neus. Terwijl hier, ja, je ziet ze niet echt zo snel. Dus dat is even een tip. Zo jongens, let niet op mijn bezweten hoofd, maar we zijn alweer een stukje onderweg naar huis. En we hebben dus ergens een afslag gemist. Ik ben de kaart aan het doen en ja, er is gewoon geen afslag te vinden daar of zo. Dus ja, we gaan nu met een hele omweg. We komen zeg maar hier vandaan en we willen richting Sami. Dus we dachten we gaan hier langs. Maar hier hebben we de afslag gemist, dus nu gaan we gewoon zo en dan maar dezelfde weg als gisteren. Het is een beetje jammer dat we geen TomTom hebben voor jullie, maar ja, deze weg is wel heel erg mooi. Als je dit ook ziet qua uitzicht zo. Kunnen jullie vast wel begrijpen wat ik bedoel. Nou jongens, we eindigen weer in Sami. Op dezelfde plek met een ijskoffie vandaag. We zijn weer terug en ik dacht ik laat het even zien. Ik heb niks gekocht vandaag, maar mijn moeder wel. Dit heb ik een jurkje gekocht. Ja, ga even nog een rondje draaien. Even omdraaien zo. Sorry. Hey please. Ja, blij mee. Ja, blij mee. We gaan in ieder geval even lekker douchen, even opfrissen, want het was vandaag echt heel erg warm. En even relaxen en dan gaan we vanavond weer lekker uit eten. Vanavond ga ik voor souvlaki en mitos en mama voor mitos en iets... Kokkinisto. Wij geven uit wat dat is. Kokkinisto is rundvlees. Rundvlees. In rode saus. Oké, okay, nou, eet smakelijk. We zijn inmiddels alweer onderweg naar het appartement na het eten. En ik wou bij deze de vlog gelijk afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen voor deze vlog. En je te abonneren mocht je de andere vakantievlogs niet willen missen. En dan zie ik je graag bij de volgende video weer terug. Doei doei!